Talks with motherfucker Charlie, talks with motherfucker Charlie. Vanavond, gonna be a motherfucking classic. Ik heb een speciale guest hier. Een hele populaire gast. Een OG in the game. Meneer Filip de Winter. Dank je om tot hier te komen. Goedemiddag, goedemiddag. Dank je om tot hier te komen, meneer de Winter. Ik heb u aangesproken en u... Ik heb direct ja gezegd en ik respecteer dat van u. Al heeft dat misschien een maand geduurd, maar ik respecteer en apprecieer dat u tot hier bent gekomen. Kunt u een klein beetje voorstellen wie u bent, alsjeblieft? Mijn naam is Filip de Winter, dat heb je al terecht gemeld. Ik ben ondertussen weer al 58 jaar oud. En doe toch al, ik denk, een 35-tal jaar in deze stad aan politiek. Als gemeenteraadslid, als parlementslid... En voor het overige denk ik dat politiek mijn passie is. Niet alleen mijn beroep, maar vooral mijn passie die ik met hart en ziel uitoefen. Niet alleen omdat mij dat persoonlijk interesseert, maar omdat ik ook denk ik de stem ben van wat men de poor whites noemt in deze stad. Of op zijn minst een groot deel van de bevolking. Die vindt dat Antwerpen niet meer is en zich niet meer herkent in de stad die ze ooit gekend hebben. Of die ze zouden willen dat ze opnieuw kan worden. En dat is mijn taak, mijn verhaal. Voor het overige, persoonlijk is het interessant om te weten misschien. Ik ben al meer dan 35 jaar gelukkig getrouwd. Ik heb 3 kinderen, dochters en ondertussen alweer 4 kleinkinderen. Ik woon in Ekeren. En ben een geëngageerd voetbalsupporter, niet van City Pirates. Alhoewel dat die dezelfde kleuren dragen als mijn gemeente, geel en blauw. Ja, geel en blauw, klopt. Maar van Cercle Brugge, zo okay. Waar, stel u voor. Okay. Dat is gemakkelijk in Antwerpen, dan moet je niet kiezen tussen Beerschot of de Antwerpen. Maar ik ga wel naar beide ploegen kijken, omdat voetbal mijn passie ook is. Ja. Okay. Komt u zelf van een grote familie, broer, zus? Ik kom niet uit een grote familie. Sommigen zeggen dat je dat er kunt aan zien, dat ik een enig kind ben. Ik hoop dat dat niet te veel opvalt. Maar ik kom uit een kleine familie. Vader, moeder en ikzelf, uit het Brugse dan nog. Uit een familie van bakkers. Mijn grootvader en overgrootvader waren bakker. Mijn onkel was bakker. En ik moest het normaal ook worden om de familiale bakkerij over te nemen, maar dat zag ik niet goed zitten. Integendeel. Ik ben in Antwerpen komen studeren en journalistiek en politiek en sociale wetenschappen gestudeerd. En dan vrij snel, na een korte loopbaan als journalist, in de politiek gestapt. En de rest, dat is publiek bekend. Hè. Inderdaad. Wat voor ambitie had u als een jonge gast? Als jonge kerel... Ja, als heel jonge gast wou ik graag verder in voetbal, maar daar was mijn talent helaas te beperkt voor. Ik speelde toen bij Cercle Brugge, tot bij de juniors. En daarna, rond mijn 16, ben ik vrij snel politiek bewust en ook geëngageerd geworden. Met als gevolg dat ik snel ook in de studentenbeweging actief was in Antwerpen. Voorzitter ben geworden van die studentenvereniging enzovoort enzovoort. En ja goed, voor ik het wist, op mijn 21 zat ik in de provincieraad. En op mijn 25, want toen moest je nog 25 zijn om parlementslid te worden, was ik parlementslid. Toen het jongste parlementslid ooit. Ondertussen is de leeftijd verlaagd naar 21. Mm-hmm. Wat het gemakkelijker maakt om vroeger en jonger in de politiek te stappen. In hoeverre dat een goede zaak is, laat ik in het midden. Maar goed, en vanaf mijn 25 tot nu ben ik ononderbroken verkozen geweest in deze stad. Ja, maar u bent eigenlijk oorspronkelijk van Brugge. Ik ben een Bruggeling. Ja. Ik ben dus een inwijkeling, een immigrant dus uit Brugge. Van Antwerpen. Oh, dat je van Antwerpen was. Nee, okay. Een groot verschil, Brugge-Antwerpen voor u? Natuurlijk is Antwerpen en Brugge een groot verschil. Hè. Brugge is een sluimerende provinciestad. Terwijl Antwerpen een metropool is met alles erop en eraan. Een havenstad die altijd internationaal is gericht. Multiculturele stad ook? Wel, ja, dat is ze geworden. Maar het is niet omdat je een havenstad bent die altijd cosmopolitisch is geweest, dat je daarom ook multicultureel bent. Dat zijn twee aparte dingen, naar mijn bescheiden mening. Antwerpen heeft altijd opengestaan voor
heel veel invloeden van elders, wat ook normaal was. Matrozen, mensen van overal die hier aankwamen en hier ook vertrokken. Hè. Vergeet de Red Star Line niet. Hoeveel mensen zijn via die Red Star Line niet naar de Verenigde Staten van Amerika getrokken. Maar dat is nog iets anders dan wat we nu meemaken in onze stad. Dus multicultureel, cosmopolitisch, internationalisering. Men gooit het graag op een hoop, maar het is toch nog iets anders, als je het mij vraagt. Zoals u zegt, vanaf uw 25 tot nu zit u, kunnen we dat Vlaams Belang noemen? Maakt u deel daarvan? Ja, we bestaan nu trouwens 40 jaar hè, in Antwerpen. Ik heb het meegemaakt vanaf ongeveer het prille begin. Toen het nog Vlaams Blok heette. Ja, toen het nog Vlaams Blok heette. Zeg maar eind de jaren 70, begin de jaren 80. Ik ben erbij van 81. Zo oud zijn we al. Maar er is wel een grondig verschil natuurlijk. Hè. En dat verschil zit dan in het feit dat de maatschappij ingrijpend veranderd is. Waar ik als jonge gast, toen ik naar Antwerpen kwam, mij nog stoorde aan bepaalde uiterlijke kenmerken van de massa-immigratie en de multiculturalisering van die stad. De eerste moskeeën, de eerste hoofddoeken, de eerste groepen van mensen die ostentatief anders zich gedroegen en leefden. En dat mij ook voor een stuk tegen de borst stootte, dat die mensen zich toen niet wouden aanpassen. Is dat nu totaal geen issue meer voor jonge mensen. Mijn eigen dochters, die ook alweer in de 20 zijn, en sommigen zelfs begin van de 30, ja, zijn grotendeels opgegroeid in Merksem, in scholen, waar zij iedere dag geconfronteerd werden met hoofddoeken. Meisjes met hoofddoek kwamen bij ons thuis aan de deur om naar verjaardagsfeestjes te komen. Ik heb altijd geëist bij mij, aan de voordeur gaat de hoofddoek uit en daarna doet je hem terug aan. Maar in waarom mijn stoort een hoofddoekje zo enorm? In mijn huis voegt u naar mijn regels en niet omgekeerd. Maar ik wil maar zeggen, die evolutie is een feit. Hè. Op twee generaties tijd, ik zit nu al met kleinkinderen, hè. Mijn jongste is bijna 7, 8 maanden en mijn oudste is 8. Voor hen ziet de wereld, Antwerpen dan, dat is hun wereld, er totaal anders uit dan voor mij 40 jaar geleden. En zo ziet je maar hoe rap dat kan gaan. Hè. Ze ergeren zich ook aan bepaalde vormen van overlast en het zich niet thuis voelen en dergelijke meer. Maar zij zijn al veel meer gesetteld in die zogenaamde multiculturaliteit. Goed, dat is de realiteit. En dat zorgt er ook voor dat een partij als de onze, van Vlaams Blok naar Vlaams Belang, toch wel voor een stuk geëvolueerd is. Dat kan ik niet ontkennen. Van een standpunt, om maar iets te zeggen, van de terugkeer van alle niet-Europese vreemdelingen naar hun landen van herkomst, naar aanpassen of terugkeren. Waarbij we zeggen wie er is, heeft het recht om te blijven, indien hij zich aanpast. Punt. En 40 jaar geleden was het een totaal ander standpunt. Dan gingen we ervan uit dat gastarbeiders, mensen waren die naar hier kwamen om hier te werken, betaald te worden en daarna terug te keren. Ja, die tijd is voorbij. We zijn 40 jaar later. De geschiedenis heeft ons wat dat betreft ingehaald. En accepteert u hoe het nu loopt of past u ook gewoon? Ik accepteer het niet in die zin dat ik vind dat onze immigratiewetgeving veel te lax is. En als we de mensen die hier al zijn een kans willen geven, ja, dan moeten we de deuren nu sluiten. Want de situatie zoals ze nu is, met quasi-open grenzen, is slecht voor onze eigen autochtone bevolking, maar is ook slecht voor al die immigranten die de voorbije decennia naar hier zijn gekomen. Want te veel is trouw en trouw is te veel. Zij worden het slachtoffer, mee het slachtoffer van die massa-immigratie. Die door al die nieuwkomers die er alsmaar bij komen, importeren we de achterstand en bestendigen we de achterstand. He, bijvoorbeeld door iedere migrant die hier nu huwt met een meisje uit het land van herkomst, die geen woord Nederlands kent, die weer al opgevoed is in de cultuur van het land van herkomst, enzovoort enzovoort, die weer al familie daar heeft, die weer banden daar heeft dan hier, ja, zorgt ervoor dat situatie van achterstand op allerlei vlakken, taal, onderwijs, noem maar op,
cultuur blijft bestaan, hè, dat die onaangepastheid zich bestendigt. En dat is niet goed. Ik zeg, het is niet goed voor onze bevolking, die zich steeds meer geminoriseerd voelt. Maar het is ook niet goed voor degenen die er al zijn, die daar het slachtoffer van worden. Hè. Want wat nu nog komt, laat ons eerlijk zijn, en dat is het gevolg van allemaal geopolitieke redenen, hè, de overbevolking in Afrika, de armoede, de uitbuiting, whatever, alle problemen, de klimaatproblemen, alles wat er is. Zorg ervoor dat de stroom blijft komen, maar wat komt, ja, zijn niet altijd de elite van hun volk. Soms de mensen die van geen hout pijlen niet meer weten te maken, of die denken dat Europa het land van melk en honing is, dat hier alles kan en alles mag, en dat ze rijk zullen worden zonder slag of stoot, wat niet waar is. en dus blijft het maar duren en krijgen we te maken met, ja, met veel overlast, door de toevloed die maar niet stopt. Dus ik ben niet zo tevreden met het beleid, wel in tegendeel. Nee. Maar migratie, er zijn ook sommigen die gewoon bijdragen, hè, in deze samenleving vandaag de dag. Dus dat is ook niet dat migratie volledig slecht is, toch? Of... Migratie is in C niet slecht of niet goed. Maar als ik, migratie is wat je ervan maakt natuurlijk. Dat, klopt. Je hebt die immigratie die goed is. Hè. De immigratie van zoveel Europeanen richting Amerika heeft voor Amerika niks dan voordelen gebracht. Ik spreek niet over de indogene Indiaanse bevolking. Dat is een ander paar mouwen. Maar laten we het over België hebben. Ja, maar de immigratie die wij kennen is geen meerwaarde-immigratie geweest. Hè. Wij hebben vooral mensen uit derde wereldlanden naar hier zien komen die hun lot wouden verbeteren. Wat positief is? Wat positief is voor de mensen in kwestie, maar vooral hun lot willen verbeteren door een deel van de rijkdom die hier is, zich toe te eigenen. En er zijn er natuurlijk een aantal die bereid zijn, en dat er zijn vele bewijzen van, hard te werken en te studeren en hun best te doen en via die weg hoger op te klimmen. Maar er zijn er spijtig genoeg ook veel te veel die naar hier komen in de veronderstelling, de naïeve en verkeerde veronderstelling, dat krijgen... Het eerste en enige is wat hun recht is. En daar loopt het natuurlijk fout. En daarom blijft de aantrekkingskracht zo groot natuurlijk. Hè, met alle gevolgen van dien. Mm-hmm. Op het vlak van werkloosheid, criminaliteit, overlast enzovoort enzovoort. Wat is een echte Vlaming voor u? God, ja, dat is geen wiskundige definitie. Hè. Ik zeg, men verstelt mij die vraag dikwijls. Een Vlaming is iemand die bereid is om een geschiedenis, een manier van leven, een cultuur, een identiteit te aanvaarden en te delen. Een taal ook. Maar het is meer dan alleen iemand die via een cursus assimil onze taal leert en voor de rest met ons niks wil te maken hebben. Hè. Want daar dreigt het nu wel een beetje op uit te draaien. Hè. Men zegt, integreren is de taal leren. Nee, integreren betekent in feite voor mij assimileren. Dat betekent Vlaming onder de Vlaming worden. Dat heeft niks met huidskleur te maken. Hè. Een van mijn beste vrienden, ik heb hem vorige week nog gezien, is de Katangees. De neef van Djombe. Die ooit de onafhankelijkheid van Katanga heeft te werk bewerkstelligd. Hij heeft mij zijn boek over Katanga komen overhandigen. Wel, die jongen is zo zwart als de nacht, zo zwart als u. Maar heeft zich perfect geïntegreerd in onze samenleving. Ik was dood zo zwart als u. Ja, nee. Ik bedoel, is zich perfect geïntegreerd in onze samenleving. Is een Vlaming onder de Vlaming. Stemt overigens voor mijn partij. En daar deel ik heel veel sympathieke en toffe en goede dingen mee. Dus het heeft niks met huidskleur te maken. Alhoewel ik natuurlijk van mening ben dat een meerderheid van onze bevolking blank moet zijn en blijven. Want indien dat niet meer het geval is, ja, dan verdwijnt samen met die huidskleur natuurlijk ook onze manier van leven, onze identiteit, onze tradities, alles waar wij voor staan. Want indien een meerderheid van onze bevolking Afrikaans zou zijn, ja, dan zal noodgedwongen, en dat is ook normaal, dat is evident, dan zal ook onze cultuur, onze manier van leven, onze identiteit wellicht Afrikaans zijn.
En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus wij zijn in staat om mensen te integreren en te assimileren. Maar er is een kritisch maximum. Hoeveel procent, dat weet ik niet. Maar een kritisch maximum dat je kunt tolereren zonder volledig omgevolkt te worden. Zonder dat je volk verandert in een ander volk. Met een andere cultuur en een andere identiteit. Dat is logisch. En dat is huidskleur is geen waardeoordeel, maar het is wel een barometer. Het is wel een barometer om te zien. Kijk, als Congo morgen voor 70% uit blanken bestaat, ja, dan zou Congo noodgedwongen gekoloniseerd zijn en zich schikken naar die blanke Europese cultuur, mentaliteit, waarden en normen, manier van leven. Dat is logisch. Dat is de normaalste zaak ter wereld. Maar het omgekeerde is helaas ook waar. En als ik dan kijk in bepaalde wijken in mijn stad, ik ga Borgerhout naar Antwerpen-Noord, ja goed, noem ze maar allemaal op, uit Berchem, Hoboken, en ga zo maar voort, kijk, dan zeg ik. En ik loop daardoor, pak de Turnhoutse baan, pak de Handelstraat, en ik zie alleen nog Arabische opschriften die ik niet kan lezen. Ik zie dat alles daar halal maar, is. Maar alleen Arabische? Want er zijn ook in anderen. In verschillende van die straten is het alleen nog Arabisch. Ik bedoel, ik kan daar alleen nog halal eten krijgen. Ik kan daar geen pint niet meer drinken, want dat alcohol is taboe. Voor de samenleving is dat toch? Enzovoort, enzovoort. Dan zeg ik, ja, maar ik voel mij hier niet meer thuis. Ik voel mij hier niet meer in mijn stad, in mijn land. Dus u zou eigenlijk in principe, moest er vandaag een zwarte man of een Turk of een Marokkaan burgemeester worden, van Antwerpen zou u eigenlijk niet aanvaarden, laten we dat zo zeggen. Want, je hebt dat geciteerd ooit. Ik, het gaat niet over die man of die vrouw die wellicht, als die dat zou worden, verkozen wordt namens een meerderheid van de bevolking, democratisch verkozen wordt, en misschien een goede burgemeester kan zijn. Mm-hmm. Dat heeft niks. Hij zal niet goed of slecht zijn omdat hij zwart of blank of geel of bruin is. Hij zal niet goed of slecht zijn omdat hij Marokkaan, Congolees, Vlaming of wat dan ook. Hij zal goed of slecht zijn omwille van het beleid dat hij voert. Maar de symboliek dat een moslim burgemeester van Antwerpen zou worden, is natuurlijk bijzonder groot. De symboliek dat iemand met een totaal andere huidskleur burgemeester van Antwerpen zou worden, is natuurlijk even groot. Omdat het natuurlijk niks zegt over de intrinsieke waarde van die man of vrouw. Goed of slecht, dat heeft niks met huidskleur of met geloof te maken. Maar natuurlijk wel het aantoont dat wij als Vlamingen als maar meer geminoriseerd zijn in onze eigen stad en geen baas meer zouden zijn in onze eigen stad. Dat heeft zijn consequenties. En dat het ooit zal gebeuren als het deze evolutie verder gaat, ja, dat staat als een paal boven maar water. Kan ook een meerwaarde cijfers zijn, toch? Zijn wat ze zijn. Maar kan het ook een meerwaarde zijn, of niet? Door een meerwaarde. Ja, allee, dat laat ook zien dat wij zijn een gemixte cultuur. Allee, wij zijn een gemixte omgeving bijvoorbeeld. En iedereen kan burgemeester worden. Maar dat maakt niet uit van waar je komt, wat jij in gelooft. Als jij de kennis hebt om burgemeester te worden, word burgemeester. Maar daarom is het toch geen meerwaarde? Ik vind van wel, want dat is betekent... Is het een meerwaarde waarom, omdat een burgemeester blank is? Waarom? Nee, of zwart is? Nee, helemaal niet. Jij inspireert de volgende generatie. Als hij maar het goede beleid voert, jij, dat is hetgene waar ik op zit. Jij inspireert een hele omgeving. Want iedereen kan burgemeester worden. Het moet niet alleen een blanke persoon. Ik, mijn zoon gaat vandaag opgroeien en zeggen, weet je wat, ik wil burgemeester worden. Ik ga niet opgroeien van, ja, ik ben zwart, ik mag geen burgemeester worden. Natuurlijk niet. En dat is wat ik bedoel, meerwaarde. Voor de jongere generatie, voor de generatie daarna, de generatie die samen gaat leven. Want zoals u zegt, 40 jaar geleden ging deze helemaal niet. Het mag en het kan. En ik heb er ook geen probleem mee. Ik zeg alleen dat het symboliek bijzonder groot zou zijn. Dat is één. En twee, dat men eens moet stoppen met huidskleur als een criterium te beschouwen dat automatisch leidt tot meerwaarde. Ik bedoel, als ik uw leraar zou zijn en jij moet bij mij een test komen afleggen van Frans of van wiskunde of van geschiedenis, zal ik u beoordelen op de kwaliteit van de antwoorden die je geeft. Dat, niet op het feit dat jij blank, zwart of bruin klopt. Bent. Ik ben er mee dus eens. Huidskleur is geen meerwaarde. Het, is ook, het mag ook geen discriminerende factor zijn. Voilà. Zeker, dat is het omgekeerde. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik ook. Daar zijn we het over eens. Maar het is ook niet automatisch een meerwaarde. Dus is het geen meerwaarde omdat iemand zwart is of een hoofd draagt? Misschien is dat mijn mening meer, dat ik dat meerwaarde vind als ik vandaag, als mijn zoon kan zeggen, ik wil burgemeester worden. En ja. Ik weet, ik zal dat niet hebben gezegd 20 jaar geleden, want ik kan me eigen niet inbeelden dat Antwerpen mij 20 jaar geleden een burgemeester ging maken.
Maar vandaag de dag is dat wel mogelijk waarschijnlijk, want er zijn ook anderskleurige binnen bepaalde partijen die ook meedoen aan de politiek. Dat is het voordeel van een democratie, hè? Daar mag iedereen in het stemhokje doen wat hij wil. Dat is misschien nog de enige plaats waar je mag doen wat je wil. Waarom is Vlaams Belang veranderd van naam in 2004? Wel, we zijn veranderd omdat we daartoe verplicht werden. Hè. Verplicht, we moeten niet flauw doen. We zijn niet de partij, maar een aantal van onze organisaties in de marge van de partij, VZW's, zijn toe veroordeeld wegens racisme. En ik vind die hele racismewetgeving nog altijd een afluiting van de democratie en de vrije meningsuiting. Ik bedoel, er zijn grenzen aan de vrije meningsuiting. Oproepen tot geweld is volgens mij het criterium om grenzen te stellen aan vrije meningsuiting. Maar op dit moment is het zo dat via die opiniedelicten, die wetten die zogenaamd racisme bestraffen of aanzetten tot raciale haat en dergelijke meer, dat in de praktijk neerkomt op het beteugelen en mond doodmaken, het muilkorven van iedereen die immigratiekritisch is. Als je keert tegen de multiculturele samenleving en zegt, hier stopt het ongeveer, hier, nu is het goed genoeg geweest, we zijn tegen open grenzen, we willen een strenger immigratiebeleid, wijst op bepaalde problemen die er zijn, dan zit je direct een racist. Nee, ik denk hoe je dat verwoordt. Nee, ik denk de manier hoe jullie dat gaan voeren. Want gewoon, dat is in het verleden, 2 jaar geleden, zie ik, ik ben een paar onderzoeken gaan doen en ik zeg, meneer De Winter zegt het woord, het N-woord. Uitdagend. Ja. En, nee, ja, dat was niet uitdagend. Nee, het woord zeggen. Meneer De Winter, eerlijk gezegd, het woord gewoon zeggen en u weet dat dat verkeerd is. Allee, verkeerd voor mensen zoals mij. Het woord zeggen en ik snap niet waarom dat je daar door beledigd voelt. Ik voel mij beledigd, meneer De Winter. Ja? Ja, echt waar. Jawel, als u daardoor beledigd voelt, dan verontschuldig ik mij daarvoor. Maar dat is nooit mijn intentie geweest. Ja, maar u weet toch dat het woord neger bijvoorbeeld maar veel offensief is? Als mij een jonge gast was, een kind was, was dat een normaal woord dat gebruikt geleden, werd door iedereen? 40 jaar geleden. Ik heb een zoon. Mijn zoon is half Belg en half Congolees. Zijn oma, hij is geboren. Zijn oma zei, hij heeft mooie negerharen. Ik weet dat zij van de jaren 60, 50 en zo komt. Maar ik school haar en fout sinds, mee bedoeld. Hè? Nee, maar u weet, ik ben 100% zeker dat u weet. Dat woord was er toen uit voordat ik het wist. Omdat ik dat woord altijd heb gebruikt. Het woord zwarte heeft bij mij een heel andere connotatie. Maar dat is het probleem. De zwarte bij mij is iemand die gecollaboreerd heeft. Hè? Dus als wij in Vlaanderen, zeker in onze beweging, het woord 'het is een zwarte' uitspreken, betekent dat is een collaborateur. Dat is de ene die met de nazi's heeft gecollaboreerd. Dat is het woord zwarte voor mijn generatie. Hè? Ik kom uit, geboren in 62. Wij hebben heel die periode van de naoorlogse periode nog actief meegemaakt. De zwarten waren er toen nog oud-collaborateurs genoeg. En dus het woord zwarte is bij ons een zeer negatieve connotatie van een collaborateur met de nazi's. En een neger was iemand die een zwarte huidskleur had. Nu mocht ook het woord blanke niet meer uitspreken. Een blanke is nu zogezegd beledigend voor de witte. Want jij bent een zwarte, dus ben ik een witte. Ja, zeg, hallo. Ik vind dat allemaal politiek correcte nonsens, hè. Het negatief woord is het Amerikaanse woord. En daar linkt men het woord neger, hè? Dat is negatief. Dat is racistisch. Absoluut zeker weten. Maar daar heeft het woord neger voor mijn generatie nogmaals, dat is veranderd. Hè? Door heel die politiek correcte denken is men dat woord als negatief gaan beschouwen. Zoals bijvoorbeeld het hele verhaal over Zwarte Piet. Zwarte Piet voor mij is gewoon de helper van Sinterklaas die door de schouw kruipt. Zwarte en daardoor Piet is een zwart knecht. Was. Zo hebben wij het altijd. Wat is een knecht voor u? Ja, maar jij ziet dat in de vorm van knecht. Nee, dat is wat in de boeken staat, knecht. En trouwens, als u door de schoorsteen gaat, wordt u ook een. Sinterklaas is een heilig man. Als u door de schoorsteen gaat, wordt u zwart? Ik ben jaren misdienaar geweest. Wordt u zwart, meneer De Winter? Ja, maar nee, laat me dat even zeggen. Ik ben jaren misdienaar geweest. Hè. En als misdienaar waren wij de dienaar van de priester, de knecht van de priester. Hè? Ik heb daar in dat dienaar zijn, misdienaar, nooit iets vernederend of discriminerend gevonden. Dus de knecht zijn of de dienaar van een heilig man die Sinterklaas is. Ik heb niet de indruk dat er ooit een Zwarte Piet geweest is die zich gediscrimineerd heeft gevoeld. Men heeft dat er allemaal van gemaakt.
die Black Lives Matters beweging en dergelijke meer. En ik denk dat men zich daarmee in feite zichzelf oneer aandoet. Altijd maar dat discriminatie vooral te blijven herhalen, wentelt men zich te veel in zelfbeklag en in zie je hoe erg dat is en het is toch spijtig en dit en dat. En je herinnert altijd maar aan datzelfde verhaal, terwijl dat voor niks nodig is. Doe gewoon je ding, komt wel goed. Ik bedoel, what the fuck, dat is toch allemaal niet relevant. En dan dat zoeken van al die spijkers op laag water, ik word er soms ziek van. Weet u waarom een Zwarte Piet nooit heeft geklaagd met de winter? Want Zwarte Piet dat u over hebt, is nooit zwart geweest. Dat is altijd een blanke man die zou gaan schminken. Natuurlijk gaan die nooit klagen. Ja. De echte zwarte mensen zijn degene die klagen. En die hebben alle recht. Als ik u vandaag een neger zou noemen, wat doet u dan? U bent toch niet een zwarte man. Maar als u mij een neger... Ik ben een blanke. Maar ik vind dat niet negatief of positief. Maar, dat is gewoon een feitelijke vaststelling. Ik voel dat zo niet aan. Hè? En ik voel ook niet aan waarom men zich... Ik begrijp natuurlijk dat een aantal dingen uit de geschiedenis van Zwart-Afrika en de kolonisatie en zeker de slavernij, dat is de essentie. Oké, daar moeten we duidelijk over zijn en dat veroordelen ten strengste en hopen dat dat nooit terugkomt enzovoort enzovoort. Dat is nogal evident. Maar dat is allemaal 100 en 200 jaar geleden, dat is allemaal lang voorbij. Laten we nu toch, in plaats van het verleden op te rakelen, altijd maar opnieuw en standbeelden naar beneden te halen en heel onze geschiedenis te gaan culpabiliseren en de indruk wekken dat al wat dat wij gedaan hebben als blanken, witten dan, slecht was en negatief enzovoort enzovoort. Ja, als het hier allemaal zo slecht is, waarom is dan heel de wereld naar hier gekomen al die voorbije decennia natuurlijk? Dus Leopold II zijn standbeeld... Dan had men moeten blijven waar men was, als het daar allemaal zoveel beter was. Dus Leopold II zijn standbeeld mocht blijven, als het dat van u afging? Keuze er al? Leopold II, als zijn standbeeld, maar gewoon blijven waar het is. Ik ben een anti-monarchist, dat zou je moeten weten. Nee, dat heb ik, ik ben een voorstander van onafhankelijk Vlaanderen, dus ik ben een republikein. Hè. Okay. Maar, eerlijk gezegd, hoe minder standbeelden van koningen er in dit land staan, hoe beter voor mij. Maar, ja, sowieso. Maar dat is een republikein standpunt, geen politiek correct standpunt. Maar aan de andere kant, ik heb nu juist het boek gelezen van Johan Op de Beek. Ik raad iedereen aan om dat eens te doen, over Leopold II. Ik wist veel dingen niet. Hè? En ik was ook als royalist, republikein, als anti-royalist geneigd om dat allemaal te geloven. En dat Leopold II de grote boosdoener was en dit en dat. Het zit natuurlijk wel toch een beetje anders in elkaar. Als ik dat dikke boek van Johan Op de Beek over Leopold II mag geloven, is het toch allemaal iets genuanceerder. Uiteraard waren de manier van denken toen, 1800 en, ingrijpend anders dan vandaag. En beschouwde men alles wat in Afrika leefde als ondergeschikten en zelfs een lagere levensvorm. Daar zijn we gelukkig allemaal vanaf, van dat soort van denken. Maar het was ook de essentie van het kolonialisme. Maar al bij al heb ik de indruk dat die geschiedenis van die kolonisatie in Congo toch iets genuanceerder was dan de manier waarop dat het vandaag wordt voorgesteld. En aan de andere kant vind ik ook, ja, de geschiedenis van een land is wat ze is, hè. Ik vind niet dat we iedere keer dat we iets uit het verleden fout vinden, dat we daarvoor iedere keer alles wat daarmee te maken heeft met de grond moeten gelijkmaken. Want ik zal u zeggen, dan blijven er maar weinig standbeelden, weinig stadhuizen, weinig kerken en weinig kastelen meer staan. Maar wat hebben we aan een standbeeld? In Europa, want er zal altijd wel iets zijn wat dat minder... Wat hebben we aan een standbeeld? Oké was. Wat hebben we aan een standbeeld? Bijvoorbeeld, stel je voor Leopold II zijn standbeeld staan. Omdat het nu eenmaal tot het verleden en de geschiedenis van een land behoort. Dat is een moordenaar. Ja, maar... Breek dan maar wat af. Hè. Breek dan maar wat af. Hè. Als hij een engeltje was, dan had ik er geen probleem mee. Oké, ik zeg niet dat het... Karel, als republikein, mocht ze voor mijn part allemaal neerhalen. Albert, Leopold, noem ze heel de club, ze mogen allemaal weg voor mijn part. Maar ik pleit toch voor een zekere voorzichtigheid om alles uit het verleden onmiddellijk neer te halen en af te breken en als...
verkeerd, discriminerend, racistisch te beschouwen. Het zit allemaal wel wat genuanceerder in elkaar. En wij moeten ook durven de geschiedenis van Europa daarvoor opkomen en zeggen, kijk, uiteraard, wij zijn ook maar mensen, er zijn foute dingen gebeurd, maar er zijn overwegend goede dingen gebeurd. En onze bijdrage tot de mensheid moet niet beperkt worden tot die paar excessen die er zijn geweest. We hebben veel meer bijgedragen dan we verkeerd hebben gedaan. En ik ben fier Europeaan te zijn, maar dat is het grote probleem. Tegenwoordig, wij als Europeanen, ons permanent door het stof moeten kruipen en ons voor van alles verontschuldigen, van de kruistochten tot de kolonialisering. Het is allemaal verkeerd geweest. Maar ondertussen is Europa toch wel de plaats waar iedereen wil zijn. Het meest welvarende deel van deze wereld. Die welzijn en welvaart biedt voor al zijn inwoners, of toch voor het overgrote deel ervan. En dat mag ook eens gezegd worden. Ik heb een vraag gekregen van een van mijn collega's. En ze vroeg als u anti-islamist was. En ze vroeg ook, hebt u tenminste een onderzoek gedaan in verband met islam? Zoals een ex-collega, Joram van Klaveren. Ik wist zelf niet wie dat was, ik ben hem zelf gaan opzoeken. Hij is bekeerd. En de vraag was, hebt u een onderzoek gedaan in verband met islam? Ik heb veel gelezen en bestudeerd over de islam, absoluut. Ja. En we hebben veel ex-moslims gepraat en ik ken de Arabische wereld ondertussen wel een beetje. Ik ben ongeveer overal geweest en ook met geestelijke en leiders en noem maar op, uit die landen gesproken. En ik beschouw de islam inderdaad als een bedreiging van onze manier van leven, een bedreiging ook van Europa. Ik denk dat na het wegvallen van het communisme, de val van de muur, de islam uiteindelijk de grote nieuwe bedreiging is geworden voor Europa en voor het Vrije Westen. En vooral voor de waarden en normen waarvoor wij staan. En was dat, welke waarden en normen? De waarden en normen van vrije meningsuiting, van democratie, van gelijkheid tussen man en vrouw, zijn in de islam niet zo voor de hand liggend. Hè? De islam is geen democratie, maar een theocratie. Ik heb een foto voor u trouwens, dat ik het laatste. Als ik dat nog even mag zeggen, is een theocratie een gemeenschap die zich ondergeschikt maakt aan de wetten van God, de sharia, die vervat staan in de Koran. Dat is essentieel anders dan wij onze maatschappij organiseren. We hebben een scheiding tussen kerk en staat. Dat betekent, de kerk is de kerk en de staat is de staat. En die hebben met elkaar niks te maken. In de islamitische landen is dat enigszins anders. Hè? Daar geldt de wetten van Allah die superieur zijn aan de wetten die gemaakt zijn door de mens, door de staat. En dat is een compleet andere opvatting van hoe organiseert je je samenleving. En daar heb ik een probleem met de islam. En zeg ik, de islam, oké, dat is allemaal goed en wel. Je kunt die hier tolereren als individuele geloofsovertuiging. Iedereen heeft vrij om te geloven. Dat doet je trouwens tussen uw oren, daar kan ik niet veel over oordelen. En dat is maar goed ook, dat de politiek zich daar niet mee bezig had. Dat is uw persoonlijk verhaal. Maar van zodra het zich organiseert, dan moeten we opletten. Moeten wij subsidies geven? Moeten wij de islam erkennen? Moeten wij, 768 moskeeën toelaten in Antwerpen van allerlei slag en slinger? Ik twijfel daar zeer aan. We hebben dat spel niet onder controle. Het wordt geleid vanuit het buitenland, gefinancierd vanuit het buitenland met twijfelachtige bedoelingen. Ik heb daar mijn grootste bedenkingen bij. Altijd geweest. Ik ben een tegenstander van de islam. Maar dat maakt van mij geen racist. Hè. De islam is een geloofsovertuiging. Je hebt witte moslims, je hebt zwarte moslims, je hebt bruine moslims, je hebt moslims in allerlei kleuren, maten en gewichten. Dus de islam is een overtuiging. Net zoals het communisme of het nationalisme of het liberalisme een overtuiging is. En ik heb het recht, denk ik, om te zeggen, die overtuiging, daar zijn een aantal dingen mee die volkomen en grondig fout zitten. En die, waar we zeer voorzichtig moeten zijn, hier in Europa, de bakermat van de democratie. Trouwens, voor de mensen die hier zijn, ik wil jullie allemaal bedenken. Als jullie ook vragen hebben, jullie mogen die gewoon gerust stellen. Geef mij gewoon een seintje. En hou het gewoon zo beleefd mogelijk. Want, Just tell me. Een overtuiging, zoals u hebt gezegd, I guess. Denkt u dat u ooit als Vlaams Belang de meerderheid van de kiezers, de grote winnaar,
genoemd kunnen worden in de toekomst, bijvoorbeeld de grootste partij. Maar we zijn bij de vorige verkiezingen zeer goed vooruit gegaan. NVA is nog steeds. En we doen het nog altijd zeer goed in de peilingen, beter dan ooit tevoren. In de peilingen zijn we de grootste partij. Ik denk wel dat bij volgende verkiezingen, wanneer die ook komen, ik denk mei 2024, dat het Vlaams Belang als de grote overwinnaar uit de bus zal komen. Waarom? Dat is belangrijker dan de prognoses, is het waarom natuurlijk. Ik denk dat de mensen toch fundamentele kritiek hebben op het beleid dat gevoerd wordt. Hè. Niet alleen qua immigratie en multicultuur en islamisering en criminaliteit en dergelijke meer, maar ook over de vrijheidsbeperkende maatregelen van het voorbije jaar. Corona heeft heel veel mensen doen inzien dat als je de staat, de overheid, de vrije hand geeft, dat de overheid zeer snel dictatoriale trekjes vertoont. Ik denk aan de avondklok, ik denk aan het samenscholingsverbod, ik denk aan dit en dat, allerlei maatregelen die men heeft ingevoerd. Iedere dag een nieuwe, die toch heel erg vrijheidsberovend zijn geweest. Sommige waren noodzakelijk, andere zijn ter discussie. En ik hoop dat, en ik vrees daarvoor, dat men zal proberen om een aantal van die maatregelen ook na corona in stand te houden. Omdat het de staat natuurlijk bijzonder goed uitkomt. Hè. Big Brother is watching you, apps op je gsm om te zien waar je bent, wat je doet, met wie je praat. Het houdt niet op. Die dictatuur van, in dit geval virologen, die door niemand verkozen zijn, maar onder het mom van de volksgezondheid is in gevaar. En dus gaan wij nu eens zeggen hoe ver we zullen gaan, zonder rekening te houden met economische, sociale, mentale en andere overwegingen. Ik denk dat men daarin is doorgeschoten. En dat vrijheidsberovende karakter van al die maatregelen, of toch van sommige ervan, de voorbije, en ik denk bijvoorbeeld aan avondklokken en dergelijke meer, van het voorbije jaar, heel wat mensen tot daar zit. En dat zal tot uiting komen, ook bij verkiezingen, in een soort van revolte, in een soort van opstand tegen het regime, tegen de politieke elite. En dat zal wellicht ook een reden zijn waarom onze partij het zeer goed zal doen. Omdat wij natuurlijk beschouwd worden als de oppositie bij uitstek. En door het woord Vlaams Belang te stemmen, schopt je het hardst tegen de schenen van het politieke establishment. Twee andere families. Ik heb de taal geleerd. Ik heb drie andere talen geleerd. Ik heb mijn bachelordiploma behaald. Ik heb altijd gewerkt. Drugs verkocht of crimineel geweest. Ik heb altijd hard gewerkt. Ik ben ook dankbaar dat ik in dit land ben. Maar ik ben een moslim, een praktiserende moslim. En ik begrijp soms uw standpunten, maar als u begint van een praktiserende moslim, dan Die kan geen deel uitmaken van uw ideale samenleving, denk ik. En dan stoort dat mij. Waarom? Ik heb altijd, alleen wij zijn thuis niet islamitisch, echt streng islamitisch opgevoed. Ik heb op 18 jaar geleefd door mijn vader verloren en daarom ben ik meer in mijn geloof binnen verdiepen. Maar ik heb altijd normen en waarden meegekregen om de mensen te respecteren. En dat heb ik altijd gehad. Dat is ook de basis. Je bent eerst een mens, dan pas een moslim. En dat stoort mij als mensen van u of van uw partij dan zeggen van er is geen plaats voor de moslim. En ik ben ook tegen die extreme moslims. Ik heb sharia voor Belgen en zo. En ik denk dat ook de meerderheid van de moslims in België daar tegen is. En als u zegt van dat er inmenging is van het buitenland, ben ik ook daar tegen. Maar ik vind dat je de gewone moslim moet respecteren. En dat we samen in een samenleving waar wij elkaar respecteren, veel meer kunnen bereiken. Eerst en vooral zou ik willen zeggen, ik heb mijn bedenkingen en bezwaren over de islam als ideologie. Ik respecteer de individuele moslim. In zoverre dat de individuele moslim mij en vooral mijn samenleving en de regels van die samenleving respecteert. En daar loopt het natuurlijk heel dikwijls fout. Want die islam is wat ze is en zegt wat ze is. Zegt wat ze doet. Het staat allemaal in de Koran, je moet het maar lezen.
En dus van zodra het uitdraait op discriminatie van de vrouw, zodra het uitdraait op de sharia of de wetten van Allah staan boven de wetten van de staat, zodra het uitdraait op vrije meningsuiting moet beperkt worden, want de profeet mag niet afgebeeld worden in een cartoon en je mag niet dit en je moet zus en je moet dat, dan zeg ik, hier houdt het voor mij op. Dus ik respecteer u als mens, maar u moet zich in een rechtsstaat, die de onze is, tot nader order, u moet zich schikken naar die rechtsstaat. En daar scheelt er toch wel wat met die islam. Want die islam zegt, ja maar nee, wij schikken ons naar die rechtsstaat, in zoverre de rechtsstaat zich schikt naar de wetten van Allah. En als ze dat niet doet, ja, tegenslag, maar dan volgen wij de wetten van Allah, want dat is ons, dat is God. En jullie zijn maar mensen die wat wettekens maken, maar Allah, die is oneindig en altijd... Eerder op het iemand is van sharia voor België, de grote meerderheid van de moslims, die respecteert de wetten van het land waarin ze wonen. En iedereen, als ik naar mijn vriendengroep of naar mijn kennissen zie, dan is dat zo. En maar vindt u dat uw echtgenoten of uw vriendin een hoofddoek moet dragen? Mijn vrouw is een Marokkaanse, ze draagt geen hoofddoek, maar ik vind dat dat haar keuze is. Als je morgen een hoofddoek wilt dragen, moet zij dat beslissen. En geloof mij, dat jij denkt dat mijn vrouw... Dan zeg jij toch wel de uitzondering op de regel. Nee, dat is niet uitzondering op de regel. Dat is bij de meeste vrienden van mij, het is niet dat onze vrouwen minder te zeggen hebben. De meeste werken ook gewoon voltijds. Ik vind dat er een mooie balans moet zijn in elke relatie, dus we hebben heel veel te zeggen. Maar wat zij doet, hoe dat zij leeft, is dat voor haar eigen beslissen. En dat stoort mij weer al, als je zegt van, dat is zo. Nee, ik, de plaats van 40 jaar terug, de man gaat alles te beslissen. Tegenwoordig is dat niet meer zo, middenwinter. Ik kijk alleen maar... Die vrouwen, hè, die soms meer mag dan ons. Ik krijg altijd te maken... Ja. Met die ene geëmancipeerde moslim die vindt dat vrouwen zich niet moeten sluieren, die vindt dat er cartoons mogen zijn over Mohammed, die vindt dat de profeet mag beledigd worden, die vindt dat de islam een tolerante, open godsdienst is. Ik heb altijd die ene moslim eruit die dat vindt. Maar al de rest die ik zie in Antwerpen, doet juist het omgekeerde. En als ik dan kijk naar de landen van herkomst waar de islam het voor het zeggen heeft... Ja, daar stel ik vast dat het bezit van een Bijbel verboden is, het dragen van een kruisje verboden is, het oprichten van een kerk niet kan, dat de christenen daar vervolgd en in sommige gevallen zelfs veel erger dan dat uitgeroeid worden. Daar stel ik vast dat vrouwen verplicht worden om een chador of een hoofddoek te dragen, enzovoort, en al naar gelang het land waarvan men vandaan. Jij komt uit Iran. Wel, ik neem aan dat je in het Iran van de Ayatollahs, waar een streng religieus regime bestaat, niet zou meer zou willen leven. Nee. En dat je naar hier bent gekomen, of je ouders naar hier zijn gekomen, om de vrijheid van het Westen te kunnen genieten en te vluchten uit dat soort van regimes. In Iran heb je wel kerken en heb je ook in Israël, in het zuiden. Iran heb je 10.000 Joden die orthodoxe Joden zijn. Maar even over de moslims die hier leven, want uiteindelijk moet ik en u en onze kinderen moeten samenleven. Er zijn geen 25 soorten islam, hè? Nee. Ik weet wel dat sommigen de islam hier veel liberaler interpreteren door de invloed van Europa en het Westen en de verplichtingen die hier ook natuurlijk bestaan. Maar dat is een minderheid. En ik begrijp dat ook. En zegt gij mij nu... Wij zijn de geëmancipeerde moslims. Oké, dat is prima. Maar scheurt dan ongeveer 1/3 van die Koran eruit. Smijt dat weg. Want daar staat natuurlijk juist het omgekeerde van hetgene wat je dan in de praktijk brengt. Dus voor mij niet gelaten. Nee. Voor mij niet gelaten. Maar de islam zoals ze beleden wordt in de islamitische landen, staat wel in schril contrast tot uw individuele beleving die jij er vandaag hier en nu door... De vrijheid die je hier geniet, dankzij de vrijheid die je er hier nu geniet, kunt aangeven. Dus ik zou willen dat allemaal van dat is. Hè. Ik zou willen dat ze allemaal hun voorbeeld volgen en tegen hun vrouwen zeggen, trek je plan, ga werken, de profeet mag beledigd worden, het is allemaal goed voor ons. Maar helaas is in 95% van de islamwereld de praktijk enigszins anders. Daar moet u zelf over oordelen. Ik kan niet in uw hoofd kijken. Ik kan alleen maar... Wij leven... Dit is het verschil met een islamitisch land. Hè. Ik oordeel niet over uw godsdienst als individu. Ik oordeel over de ideologie. Dat is iets anders. Dat mag ik.
Maar ik oordeel niet, ik ga niet zeggen, en wat zeg jij, een moslim? Gedaan, jij komt er niet in. Of jij mag niet dit of niet dat. Nee, dat moet blijken uit de praktijk. Dat moet blijken uit de praktijk, uit je dagelijks handelen, uit wat je doet en niet doet. Maar een moslim die mij zegt, mijn vrouw die komt er thuis niet uit. En als ze thuis uitkomt, dan moet ze haar benen en armen en haar hoofd bedekken. En ze mag niet werken, want dat is niet aanvaard in mijn godsdienst. En ze moet dit en ik mag niet zus. En de profeet mag niet afgebeeld worden, want anders kom ik op straat en dan sla ik alles kapot. Dan zeg ik, ja maar oh, stop, dit. Daar, dat is hetgene wat die hoort hier niet thuis. Ik vind maar een moslim die, zoals jij zegt, van het is allemaal oké voor mij, prima. Maar de vraag is, in hoeverre word jij door je geloofsgenoten dan nog beschouwd als een echte moslim? Meneer, dat is nog maar een ander paar mouwen. Als je de profeet afbeeldt, vind ik zelf belediging. Maar ik zal u zeker niet schelden of zeker niet op de raak komen. Heb ik ook nooit gedaan met die enorme waarde heeft. Maar ik vind dat zelf belediging. Dan stopt het ook bij mij. De conversatie of de dialoog. Maar ik zeg het, de tijd van dat de man zegt wat de vrouw moet doen. En geloof ja. Mij, heel veel moslimvrienden, die tijd zijn er voorbij. Ik zeg het, sommige vrouwen hebben zelfs meer te zeggen. Dus, Dat is in Europa altijd al zo geweest. Dank u, dat was mijn collega Armin. Armin is een van mijn jeugdvrienden. Maar ik heb nog een vraag voor u, van Joël. Ja, want zoals je juist gezegd hebt, ik weet niet, geloof je ook in God? Dat is een persoonlijke kwestie waar ik het publiek niet wens over uit te wijden. Daar heeft niemand zaken mee. Nee, maar dat is gewoon in algemeen voor alles wat godsdienst betreft. Wat er in de islam is, 70% ervan komt ook van wat in de Bijbel staat. Dus ze hebben niks uitgevonden van wat er erin is. Ze hebben dat misschien op een andere manier uitgelegd of in meer uitleg erin gezet. Maar de basis ervan is juist dezelfde. Van de basis van de judeo-christian, dat we hier hebben. Ook in de wetgeving. Dat is ook zo'n verhaaltje dat niet klopt. Ik bedoel, de Bijbel is een samenraapsel van verhalen. Hè. Ja. Het grote verschil met de Koran is dat de Koran het letterlijke woord is van Allah, neergeschreven door Mohammed. Neergeschreven door Mohammed. Hè. Het zijn visioenen die hij heeft gehad. Het is het letterlijke woord van Allah, neergeschreven door Mohammed. De Bijbel is een aaneenrijging van verhalen en overleveringen van de profeten en dergelijke meer. Het enige wat het letterlijke woord van God in de Bijbel is, nou, 13 jaar katholieke colleges en nog een aantal jaren katholieke universiteit, weet ik het ongeveer wel. Het enige wat het letterlijke woord van God is in de Bijbel, nou, dat zijn de stenen tafelen, hè, waar Mozes uiteindelijk het woord van God heeft neergetiteld in de 10 geboden. Hè. Dat is het letterlijke woord van God. En voor de rest zijn het allemaal verhalen. Ja, punt. En dus er is een essentieel verschil, ik wil geen theologische discussies voeren, maar tussen de Bijbel en de Koran. De Koran is een heilig, niet alleen een heilig boek, maar is het letterlijke woord. En daarom ook de verstarring binnen de islam. Want wat zegt de islam? En zeker de fundamentalisten en de soenieten meer dan de shiiten overigens. U bent een shiit, hè? Ik ben een moslim. Ja, maar we zijn een shiit, hè? We komen uit Iran, zijn een shiit. Zo simpel is het. Die discussie gaan we nu niet voeren, dat is ook nog een groot verschil. Maar die zeggen wat? Dat is de verstarring van de islam. Die zeggen, dat boek is neergeschreven in de 6e, 7e eeuw na Christus. En daar mag geen letter aan veranderen. Wat daarin staat, moeten we als dusdanig toepassen. Punt aan de lijn. Er kan dus geen evolutie zijn naar moderniteit. Er kan geen evolutie zijn naar wat dan ook. Dit is het woord van God. En zo moet het toegepast worden. Point final. Einde verhaal. En dat is de verstarring die je ziet in de golfstaten. Dat is de verstarring die je ziet bij de Ayatollahs. Dat is de verstarring die je ziet bij een overtreffende trap, islamitische staat, kalifaat en al dat soort van zaken. Men zit vast in een middeleeuws verhaal waarvan men overtuigd is dat daar geen centimeter, geen een halve millimeter mag aan veranderd worden. Dat is, uiteraard zijn er nu veel modernere interpretaties van moslims die naar het westen komen en die zeggen, hey, hallo, het zit toch wel anders in elkaar. Allee, bedoel, goed, dat is interessant. Maar dat is helaas niet relevant. Want de relevantie van de islam zit bij wie? Ja, zit in de moslimlanden waar de islam nog van daaruit wordt bestuurd en georganiseerd. Dat besef alleen al in Europa.
zijn er 1300 moskeeën die tot het Dianet-netwerk behoren van de Turkse staat. Het Turkse ministerie van religieuze zaken leidt vanuit Ankara 1300 moskeeën in Europa. Waarvan een stuk of 7, 8 hier in Antwerpen alleen al. En het zijn niet de kleinste, met veel geld en met middelen van kinderen. Een imam die in zo'n moskee lesgeeft of predikt, mag 3 jaar naar Europa komen. Kent geen woord Nederlands over. En moet dan direct terug om zeker niet te integreren. Om niet besmet te worden door, ja, door het Westen en onze invloeden. Zoals dat bijvoorbeeld bij u uitdrukkelijk wel het geval is. Ik ben blij, hè, dat dat het geval is. Maar dat is niet zoals de islamitische wereld het wil. Hè. Zij willen hun gelovigen hier bij de les houden. En liefst zo streng mogelijk bij de les houden. In de hoop dat zij, de gelovigen hier, de voorpost, de voorbode zijn, het leger van de islam, die Europa moet veroveren voor de islam. Zo simpel is het. Zo is het altijd geweest sinds de 6e eeuw na Christus. En zo zal het helaas nog wel een tijdje blijven. Ik heb het niet over de individuele moslim, hè. Ik heb het over wat fellas, 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 we hebben niet zoveel tijd. Ja, excuseer, dat is een theologische vraag. Ik heb nog één vraag. Één vraag. Als je theologische vragen stelt, krijg je theologische antwoorden. Dat is de laatste vraag. Gewoon om te zeggen dat er is niet zo'n groot verschil als je naar de boek leest. Ze spreken over Abraham, ze spreken over alles. Dus ja, ze hebben een aantal dingen die natuurlijk... Wat er nu gezegd is over God, dat zijn ook juist geschreven in de Bijbels. Dat is gewoon een feit. Nu, respectueren we dat niet, want je hebt dat ook gestudeerd, je hebt dat juist gezegd. Dus je moet ook al weten van wat God in de Bijbel gezegd heeft als je iets slecht doet enzovoort. Dat zijn helemaal dezelfde woorden die in de islam staat. Dat is het enige. Dus voor mij... Je mag nooit vergeten dat iedere godsdienst iets, altijd hetzelfde verhaal heeft gebracht, hè. Het katholicisme is gekomen naar Europa, het christendom, en heeft wat gedaan? Heeft de oorspronkelijke godsdiensten van Europa, van het heidendom, grotendeels overgenomen. Die kerstboom die je ziet, is dat een katholiek symbool? Maar nee, dat is een heidensymbool, dat is een symbool van de overgang van winter naar zomer. Dat was de kerstboom, was een symbool van vruchtbaarheid. Pasen, idem dito, symbool van vruchtbaarheid, die eieren, dat was allemaal heidens. Maar de katholieken zijn natuurlijk, de katholieke kerk was slim. Zeg, we moeten dat, die mensen al hun tradities en hun symbolen niet onmiddellijk afpakken. Je moet dat overnemen en interpreteren. En dan zo op die manier naar u toe. Je vangt geen vliegen met azijn. Dat is ongeveer het systeem. En dat heeft de islam ook gedaan. Veel van die volkeren in Syrië, in Irak en aanverwanten waren christelijk. En heeft men natuurlijk, of koptisch of whatever, of Assyrisch en dit en dat, heeft men... gekoloniseerd, ingepalmd en ook hun tradities voor een stuk betrokken in dat nieuwe boek, zijnde de Koran en in de religie die de islam was. Dat is Jonathan, excuse me, Joël. Jonathan, stel je vraag. Yes, kijk, dus ik voel zo, ik heb heel veel speeches en interviews gelezen en ik voel zo heel veel angst precies. Zo angst voor het onbekende. Op bijvoorbeeld nu dat je praat over islam op een heel specifieke manier. Maar mijn vraag is zo van wat heeft u het meeste schrik dat de Vlaamse identiteit dan totaal verdwijnt omdat er een andere meerderheid gaat komen? Of is dat meer een identiteitsding dat u wilt duidelijk maken? Want u zegt ook heel veel bijvoorbeeld, het woord neger zegt u gewoon in het parlement, dat vindt u niet erg, maar wat langer draait niet enkel om u, het draait ook om de persoon die neger wordt genoemd en die persoon... Dat is een wereld, dat is echt een hele wereld bijvoorbeeld. Dat is een heel gedoe, dat is een mentaal ding, mensen zien ervan af, wij praten erover en dat respecteert u niet, maar dat ziet u niet in, dus ik zie al van aan, u praat vanuit een heel specifiek perspectief. Dus ik heb zoiets van, wat heeft u het meeste schrik om te verdwijnen, omdat moslims gaan komen en blablabla, bla, iedereen gaat het overnemen door migratie, of, ik weet niet, is dat identiteit... Dat is gewoon allemaal statement. Schrik is een slechte raadgever. Ja, misschien is en wie schrik heeft, is dat een fout woord, krijgt ook slag. Krijgt ook slag en meestal nog meer slag dan de rest. Dus ik reageer niet vanuit angst of schrikgevoelens. Ik reageer vanuit de realiteit. En de realiteit is wat ze is. En de realiteit toont aan dat Europa vergrijst, uitsterft. Dat wij nauwelijks als autochtonen, ik moet dat woord gebruiken, Europeanen, nauwelijks nog kinderen op de wereld zetten.
En dat via de massa-immigratie, inderdaad, en de demografie, wij langzaam maar zeker, zeker in een aantal wijken, in Antwerpen is dat zeer ostentatief, elders is dat minder ostentatief, vervangen worden, die omvolking. Ja. En dat is een reële bedreiging waar ik mij tegen verzet. Is dat een bedreiging? Ja, we gaan eens rondlopen. We gaan eens samen rondlopen in Borgerhout, in Antwerpen-Noord, ja, en dan zullen we zien dat... Dat mijn soort, als ik het zo mag uitdrukken, daar langzaam maar zeker een minderheid is. Je bent gewoon verhuisd naar de andere kant van Borgerhout. Ja, we zijn verhuisd van de andere kant. Talks with motherfucking Charlie. Talks with motherfucking Charlie. We zijn bijna klaar. Ik ben heel jong. Maar besef toch eens dat toen onze ouders, mijn ouders, door in Borgerhout daar gewoond hebben, naar hun volkscafés gingen, naar de kerk gingen, naar de beenhouwer en de bakker gingen, dat die een andere Borgerhout, een andere Antwerpen-Noord, een andere Deurne-Noord, een andere Oud-Berchem enzovoort, andere Hoboken hebben gekend dan het Hoboken zoals dat er nu voor u uitziet. En die mensen zeggen ze, wat is hier gebeurd? Vroeger gingen we, zoals de Strangers zongen, gingen we Borgerie, Borgerhout, Borgerocco op reis naar Marrakesh en nu is Marrakesh naar Borgerhout gekomen. Dat is hetgene, om het heel simpel uit te drukken, wat de gemiddelde Antwerpenaar ervaart. En ja, voor sommige mensen is dat chockerend. Voor sommige mensen zeggen ze... En daarom zijn ze vertrokken. En jij zegt, ze zijn vertrokken van de ene kant van de stad naar de andere kant. Ja, daarom zijn ze vertrokken. Ja, daarom zijn ze vertrokken. En hebben ze plaatsgeruimd voor een andere bevolking en een andere cultuur. Dus je bent eigenlijk meer... Het is meer een verdwijningsangst eigenlijk. Niet er is angst, maar... Er is geen angst. Er is geen angst, er is de realiteit. Maar daarom dat hij zei van, we kunnen samen collaboreren in de toekomst. Ja, maar we kunnen samen wat... Hij wil altijd maar... Ja, maar je moet één ding beseffen. Het is heel offending over. Dat verhaal van, we gaan samen. Nee, hoor, helemaal niks samen. Wie naar hier komt, past zich aan, aan onze manier van leven. En dan kun je samen. Maar samen, in uw betekenis, is van, ik kom... Ik doe wat ik goesting heb, ik breng mijn cultuur, mijn verhaal mee. En jij past u aan, als autochtone Vlaming, aan mij. En dan is het oké, dan zijn we samen. Nee. Want dan zijn we samen met een islam, en we zijn samen met dit, en we zijn samen... Wil ik hier helemaal geen islam? En de moslim die komt, die moet zich aanpassen aan ons en niet omgekeerd. Fellas. Maar dat samen heeft tegenwoordig een heel andere connotatie. Jonathan, we hebben niet meer zoveel tijd. Bedankt voor je antwoorden. Bedankt voor jullie vragen trouwens. Ook. Joël, Jonathan, Armin, bedankt voor iedereen die langs is komen. Yves, meneer, uw collega zijn naam was? Paul. Meneer Paul. Mevrouw Tiama Siu. Scotty, collega Sia, dank u meneer Van Griekens, dank u meneer De Winter om langs te komen. U bent... De oudere versie. De oudere versie, ja. En, maar de vader van... Nee, ik bedank u om langs te komen. Je weet dat, u bent een populaire figuur en u hebt laten zien waarom dat u ook zo populair bent. U hebt uw standpunt en u blijft er ook mee. En at the end of the day, you do what you do. En ik hoop gewoon op een multiculturele toekomst in Antwerpen. Ik hoop dat we gewoon samen kunnen dingen bereiken, België vooruit kunnen brengen. Maar ik respecteer dat u tot hier bent gekomen om uw standpunt uit te leggen. Voor de rest, talks with motherfucker Charlie. Gage! Nee, hold on. Meneer De Winter, om een classic te eindigen moet u dat ook zelf zeggen. Hè. Talks with motherfucker Charlie. Mag ik het in mijn woorden zeggen? Eigen volk eerst. Ik kan dat trouwens niet herhalen.